Hallo, leuk dat je er weer bij bent. Vandaag is het carrot cake dag. Carrot cake. Wat is carrot cake? Worteltaart. Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Eigenlijk gek dat het nu carrot cake dag is. Want ik vind carrot cake weer veel beter bij de herfst passen. Ook bij de bakkers zie je vaak in de herfst carrot cake. Maar goed, laten we maar eens gewoon een carrot cake tekenen. Doe je mee? Ja, worteltjestaart. Of tenminste, worteltaart. Hoe ga je dat tekenen? Carrot cake. Ken je trouwens die mop van die over de worteltjestaart? Nou, dat is een hele oude mop al. Maar dat is een konijn die kwam bij de bakker. En die vroeg aan de bakker. Bakker, verkoopt u ook een worteltjestaart? Nee, zegt de bakker, ik verkoop geen worteltjestaart. Konijn weer weg. Een andere dag staat de konijn weer bij de bakker. Bakker, verkoopt u ook worteltjestaart? Nee, zegt de bakker, dat heb ik gisteren al gezegd. Ik verkoop geen worteltjestaart. Nou, zo ging dat een paar dagen door. En de bakker denkt van ja, de konijn komt elke dag vragen om worteltjestaart. Laat ik eens worteltjestaart maken. Nou, vervolgens de bakker worteltjestaart gemaakt. En ja hoor, de andere dag staat het konijn weer in de winkel. Bakker, verkoopt u ook worteltjestaart? De bakker zegt, ja, ik heb worteltjestaart. Waarop het konijn zegt, vies hè? Ja, dat is wel een heel oud grapje, maar hij blijft leuk. Nou ja, carrot cake, hè. Eigenlijk hoort dat bij de herfst, vind ik. Dus waarom het vandaag carrot cake dag is. Ja, ik vind het, het blijft vreemd. Mensen die verzinnen dat en het wordt gewoon internationaal meegenomen of nationaal. En ja, vandaag dus carrot cake dag. Nou, ik vind dat we zo een mooie worteltaart hebben. Zo'n marsepein worteltje bovenop de cake. Wat meestal is met walnootjes erin ook en zo. Nou, wat stukjes erin getekend. Nou, wat schaduw zo van de vulling. Wat schaduw op het bordje. Zo. Nou, mooie punten. Daar moet je ook maar één puntje van opeten. Dat carrot cake valt best wel zwaar. Maar wel lekker. Laten we nog even een wortel bijtekenen. Zo. Nou, gisteren pannenkoeken, vandaag carrot cake. Het is allemaal niet goed voor de lijn. Maar ja, zolang we tekenen, dan valt dat best wel mee. Even, heb je er met de lijn niet zoveel last van. En ik zou zeggen, probeer het zelf. En dan zie ik je morgen weer in de volgende video. En ik ga genieten van mijn carrot cake. Tot morgen!